Red Bull Ring in de regen, denk ik. Ja, in de regen. Maar wat zal ik doen? Zal ik gewoon weer die stofbandjes erin laten? Aangezien het op het einde veel, veel sneller ging dan mij. Kijken of dat verschil kan maken. Stofbandjes in de regen. We gaan het gewoon proberen. Doe niet. Doen we het gewoon opnieuw. Maar dan met intermediate. Weird is, gewoon aan het begin van deze race. Wegdek nog niet nat. Ook regent het wel de hele tijd. Dat is wel redelijk goed te doen. Vond ik al wel een beetje te glijden. Hier had ik hier harde bandjes. Ik heb het inderdaad hier ontvangen, maar ik kan het niet zien. Sorry, het spijt me, mag heel even. Ik denk dat ik echt harde bandjes hier onderhand heb. Want ik met de harde bandjes kan ik er nog iets meer performance uitknijpen. Dankjewel voor je donatie, ik kon het helaas nog niet zien. Appreciate it, man. Ik weet niet meer wat mijn tijden waren met de familie voor dit circuit. GTR is alvast aan het glijden. Oh, Future, bedankt. Ik check het echt even gelijk naar de race hoor. Wel wat meer te glijden. Vorige keer hield het op bij met regen in ieder geval bij ronde 3, 4. Oh my god. De remmen zo verkoekend. Daar kon ik echt niet meer ontwijken. Zo, alsof je er zo achter zit en de trap nu op de rem. Ja, dat snap je ook wel wat er gaat gebeuren natuurlijk. Zoeka moeten we dus gewoon vooral echt veel agressiever zijn dan dat we waren in de eerste race. Want we verliezen omdat we gewoon achter andere auto's vastzitten.
Daar rijdt hij ermee. Niet de Japaner. Ja, dit van mij is dan wat tijd. Maar misschien is dat gewoon rente. Nu gestopt met regenen. Ja, die auto is gewoon heel veel sneller, man. Dit is wel dezelfde auto waar die Japaner in reed. Is hij weg iedere keer, man. Kom, je rijdt binnen no time rijden het gat van 30 seconden dicht. Maar als je dan bij hem in de buurt bent, dan wordt het in één keer heel lastig. Om hem in te halen. Ik kan het niet buiten, man. Kan ik wel? Nee, kan ik niet. De force is strong in this week. Yes! Dankjewel voor die follow. Ik heb de Aston Martin Vantage, V8 Vantage. Twee seconden en hij komt heel rap dichtbij. Weer de Apex mogen klippen. Alleen al om hem af te houden. Maar zie je heel duidelijk het droge spoor nu op de baan? Daar moet je wel echt gebruik van maken. En niet vol gas geven op deze curve. My mistakes. Dat is de volgende fout. Gelukkig geen fatale. Twee bochten. Dan moeten we hem hebben. Alright, maximale punten hier in de pocket. Op Suzuka moeten we een stuk agressiever zijn dan. De moeilijkste in ieder geval. Ja, dit is de hoogste moeilijkheid. Vol uurtje, dankjewel nog voor de 10 euro, man. Thanks, ouwe. Hij is toch wel tweede geworden, de Japaner, zie je dat? We kunnen in ieder geval veel later remmen. Maar we komen echt krachtig kort dan, hoor.
hier kom ik echt krachtig voor van. Dit is echt vervelend. Ze halen me allebei zo op. Doe je, let maar op. Denk ik. Yep. Tijd toch? Wat een genot om met racebanden te rijden, man. Gaat de Toyota meneer het doen weer? Force is strong in this one. Wat mee? Dankjewel voor die follow. Spel. Ik wil buiten onlangs geen beuken. Maar dit keer af. Waarom heb je geen helm op? Heb ik niet meer. Pas mijn headset ook. Dit korte stukje, die 17e uitgelopen op me. Pak ik het wel allemaal terug in deze ene bocht.
sogar. Ich gebe ja 8 und fast. Oh my god! Fucking nerd! Oprotten! Dat is overigens mijn main concurrent. Zoals hij, zolang hij achter mij blijft, is het prima. Hij is met z'n twee weg, maar bij de laatste bocht kan ik wel een hoop goed maken. Althans, de laatste bocht. Deze. Hij moet in de remmen. Heel goed nu. Vorige race best we toch nog aardig. Maar nu 2 seconden los en op de eerste plaats. Kan ik hier geen domme dingen doen? Best wel wat tijd verliezen. Hier komt hij denk ik 1.3 richting het einde. 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2. Oh my god, het gaat wel heel hard. Maar nu trekken we dat weer helemaal goed. Zie je dat? Baby. Yeah. Oh. Wat ik zei. Dit gaat waarschijnlijk mijn meest agressieve Suzuka race ooit worden. I didn't disappoint, I guess. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben, maar oh. Dit was wel even zweethandjes hoor. Ik denk dat we voor die laatste race ook gewoon met de racebandje gaan. De racebandje schijnt er wel echt enorm hoor. Kijk. Maar we staan nu redelijk goed los. Omdat die dus de derde is geworden.
4 zelfs. Oké. Okay. Race nummer 3. Dragon Trail International Raceway. En ik heb hier onthouden dat ik 1,55ers reed. Ik reed 1,55ers op de softban. Op de sport softban. Kijken. Dat met de harde racingband dat het beter gaat. 1,55. Als we sneller zijn dan 1,55, dan is dit de winnende strategie. Goedenavond, Kian. Big if. Zoals je ziet, er zitten ook een aantal goede rechtstukken in. Daar ga ik dan wel echt tijd op kiezen. Kijk dat licht schijnen op die rollcage. Dat vind ik wel weer sick hoor. Oh, wat is deze bocht wel veel makkelijker. Met deze banden. Heel veel makkelijker. Kleine touché. Ik kon hem nog net ontwijken, maar niet helemaal dus. Door die racebandjes kan ik gewoon strakker naar binnen sturen. Strakker dan dat hij kan in ieder geval. Dit soort gedeeltes gaan echt veel sneller met deze band, man. Kijk hoe strak hij hem nog kan besturen hier. Dat komt met die softbandjes echt niet, hoor. Dit is mijn darling, Kian. Dit is mijn darling. Misschien wat skate met From Software heeft en shit. Dat heb ik mijn Gran Turismo, man. Dit is mijn jeugd. Ik heb me nu reizen bij mijn weg, wat ik al zei. Recht stuk. Een beetje te slingeren. Ik weet nou niet of dat de AI is die probeert de slip te breken, maar... Valt er mee hoor, timer. Kijk, dit bedoel ik. Die gasten die gaan gewoon voor je rijden en dan de rem trappen. Waardoor ik deze bocht heel raar moest aanvliegen. Bij 1,57 in de eerste ronde al, dus ja. Ik denk dat we die 1,55 wel kunnen gaan aantrekken. Het zou in principe mogelijk moeten zijn. Dan lijkt het zeker ook op, ja. Een volle 3 seconden sneller.
zij ze allemaal. Laat dit ook de wijze les zijn voor jullie, hè? Als je moet kiezen tussen performance of bandjes, ga voor de bandjes. Wauw, ik moet gewoon vol op de rem trappen om überhaupt te kunnen ontwijken. Ik heb nu rijden weg. God, daarom wil je niet op de rem trappen. Daarom wilde ik niet op de rem trappen, laat ik het zo zeggen. Dan zie je ze glijden bij een exit. Dat is denk ik door het verschillende banden. Vijf zijn we voorbij. Het is nog niet klaar. Ik kan hier zelfs opschakelen. Nou, dat kon ik vorige keer echt niet hoor. Ja, heel slechte exit. Heel slechte lijn op, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Al die tijden zijn onder de tijden die ik heb voorgegeven. Ik ook jongens, ik ook. Bijna te glijden. Ik denk dat we een goede tijd hebben neergezet. In ieder geval een snelste rondetijd.
1,51. Woe! Ja, 6 seconden voor de nummer 2. Yo, Dark North, dankjewel. Dankjewel voor de 2 maanden. Oh. Je hebt 2 maanden tegelijkertijd? Oh nee, jezus, ik zit helemaal verkeerd bij zich. Maar dankjewel, jongen. Appreciate it. Ja, jongens. 3 overwinningen. Ja, 10 punten voor op de nummer 2. Dat is lekker. Dat is heel lekker. Maar, bandjes boven performance, man. Want bandjes bepalen de performance.